Juri inspecteert de tuin. Gaat het hier inderdaad om vossen? Ah ja, hier zit toch iets, hè. Zou Juri ze op heterdaad kunnen betrappen? De nacht valt. De camera's zijn geplaatst. En Juri, die ligt op de lorie. En dan wandelt de vos richting de straat. Precies zoals we gedacht hadden. Ja, ik kan je wel geloven dat dat een heel appetant geluid is. Maar... twee vossen met erin. Tegen elkaar. Pas weg. Maar je vroeg je natuurlijk af of we er iets aan konden doen. Hè. Ja, eigenlijk wel. Want ik verlang toch wel om een keer geen lawaai te horen. Zijn we echt wel op zoek naar een oplossing. Ik vrees er eigenlijk een klein beetje voor dat op heel korte termijn er weinig aan te doen is. Vossen schieten, dat haalt niks uit eigenlijk. Ja. Er komt er gewoon een nieuwe in de plek. Dat is altijd zo. En wat ik wel kan zeggen, is dat binnen enkele weken dat het probleem zal opgelost zijn. Ja? Ja, dan gaan die vanzelf verdwijnen. Maar... je ziet er nog goed gaan uit, die dan niet meer op eten afkomen of zo? Dat zal af en toe nog wel eens komen, maar het lawaai gaat verdwijnen. Het lawaai gaat verdwijnen. Ja. Geen oplossing is dus ook een oplossing. Tja, een gasboete gaan we deze jonge straatvossen niet geven. Ze mogen elkaar toch begroeten, zeker?